Ik weet nou niet of het komt omdat ik me al niet lekker voel, maar ik vind die dingen zo vies. Goedemorgen, het is maandag en ik lig op bed. Ik heb net de vorige vlog afgesloten, want ik werd gisteren heel erg ziek. En ik ben nu ook echt nog ziek. Ik heb niet meer de koorts die ik gisteren had, maar ik heb nog steeds wel een beetje koorts. En ik voel me gewoon zo belabberd. Dus ik lig op bed en ik ben er net heel even uitgegaan. Marco heeft Sarah naar school gebracht, maar ik moest even gewoon eruit, even kijken dat alles meeging en even uitleggen. Omdat dingen dit schooljaar anders zijn dan vorig jaar. En hij heeft er nog nooit zelf weggebracht dit schooljaar. Dus dat moest wel even goed gaan. En ze zijn dus net weg en ik ben weer in mijn bed gaan liggen. En ik ga zo eerst even slapen. En ik hoop dat het daar echt beter gaat. Normaal doe ik ook overblijft. Dat heb ik ook afgezegd. Dat gaat gewoon echt niet. Ik haat dat. Ik ben er zo slecht in. Ik kan niet tegen ziek zijn en stilzitten. Van binnen jeukt het en wil ik alles doen. Maar goed, vanavond hebben we ook een ouderavond. En daar wil ik echt heen. Omdat je dan ook je hebt eerst een algemeen stuk over de school en wat ze allemaal willen doen dit jaar. En daarna kan je in de klas meekijken naar de materialen, naar de werkjes die ze doen, noem maar op. Dus dat wil ik eigenlijk wel heel graag zien. Dus als ik dan nu even gewoon heel veel slaap en ik neem elke keer wel even wat in om die koorts een beetje te bedwingen. Want ik wil echt niet terug naar de bijna 41 graden. Dan hoop ik echt dat het vanavond wel gaat lukken. Maar ja, we gaan het zien. Moet gewoon. Maar ik ga nu in ieder geval even slapen. En ik weet ook niet wat voor vlog het vandaag gaat worden. Echt moe. Maar we zullen het zien en anders weten jullie gelijk waarom. Dat was ook echt mijn make-up van gisteren nog op. Ik had ook gisteren echt geen fut om het eraf te halen. En nu eigenlijk nog steeds niet. Dus so be it. Ik ga deze groentebroodjes maar eens proberen. Die heb ik vrijdag gehaald. En toen redde ik het niet. Dan heb ik hiervoor wat gezonds op. Ik weet nou niet of het komt omdat ik me al niet lekker voel, maar ik vind die dingen zo vies. Dus noem ik echt iets verzinnen. Wat ik dan ga eten en ik heb echt nergens trek in en ik heb wel echt honger. Gelukkig heb ik wel altijd honger als ik ziek ben. Maar ik wil echt niet weten wat ik dan wil eten. Zeg, kak dit. En mama ligt lekker te slapen. Ik ben heel stiekem aan het doen. Zo schattig. Ik heb ondertussen wel 8 liter gedoucht. Het is al echt 5:10. Sarah is mijn markboodschap aan het doen. En Kaylee is net binnengekomen. Want ik moet en zal naar de ouderavond. Maar dat had ik volgens mij al verteld. En dat ga ik ook doen. Ik heb nu geen koorts door de paracetamol. Dus we gaan gewoon. Ik wil weer slapen. Erg hè? Ik heb heel de dag bijna geslapen. Maar goed, heel interessant. Oude avond voor het grootste gedeelte overleefd. Ik loop nu naar huis. Marco is iets eerder weggegaan, want die moest voor werk nog iets doen. Dus ik ben bijna thuis. Ik ben wel heel blij dat ik ben gegaan, want ik heb wel dingen gehoord die ik wilde horen. En ik weet nu gewoon precies waar alles ervoor staat. Maar ik voel me zo niet lekker. Echt te grappig. Ik was dus net aan het vloggen.
En er liep een vrouw, maar die had ik nog niet gezien. Maar die moet mij hebben gezien in mijn kamer. Maar die was me zo raar aan het aankijken. Ik vind het echt hilarisch. Mensen snappen ook echt niet wat je aan het doen bent. Die zitten echt te kijken alsof je helemaal krankjoren bent. Het ziet er natuurlijk ook wel krankjoren uit als iemand tegen zijn camera zit te praten of staat. Maar het blijft gewoon hilarisch, die reactie van mensen. Maar goed. Dan voelt het beter of zo en dan ben ik er. En dan ga ik slapen, denk ik. Of eten, want ik heb nu toch honger. Ik heb al avond gegeten, niet heel veel. Maar ik heb wel gelukkig eetlust, al is het elke keer wel kleine beetjes. Goedemorgen. Gisteren weer de vlog niet afgesloten. Want toen ik thuis kwam ben ik gaan liggen en ik was zo moe, ben ik in slaap gevallen. Dus ik moet de vlog afsluiten. Ik ga vandaag, dat is voor jullie de vlog van morgen, ook even niet doen. Ik ga gewoon vandaag even uitzieken en gewoon heel dag slapen. En dat wordt toch geen boeiende vlog om te kijken. En de dag daarna kijk ik even hoe het gaat. Dus ik ben gewoon weer online zodra ik me beter voel. En ik hou dus gewoon even een korte pauze zolang ik me zo voel. Dan is het toch niet echt een boeiende vlog om naar te kijken. Ik heb ook verder alle afspraken en dingen voor vandaag afgezegd. En ik heb net alleen Sarah naar school gebracht. Die blijft over, ik blijf thuis. En of ik haal de oplichter aan hoe we zo voel. Of ze wordt door een van de mama's even thuisgebracht. Dat hebben we afgesproken. Dus dat komt helemaal goed. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie zo snel het weer goed gaat weer. En ik hoop dat jullie je nog abonneren als je dat niet gedaan hebt. Een duimpje achterlaten. En tot dan. Doei doei.